Fiet wil rennen. Dit boek staat de komende 10 dagen centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen. Vandaag werden deze dagen in de bibliotheek van de Weijert afgetrapt tijdens een ontbijtje. Hier las Yvonne de Wandeler, medewerker van Biblionet Groningen, aan een aantal peuters voor uit het prentenboek Fiet wil rennen. Met deze voorleesdagen wordt geprobeerd om de aandacht te vestigen op het belang van voorlezen. Hoe eerder kinderen in aanraking komen met lezen, hoe beter dit is voor hun taalontwikkeling. Het is in het kader van de taalontwikkeling van kinderen heel belangrijk. Ze leren de woorden kennen en ja, belangrijk om mee te komen in de maatschappij als je goed kunt lezen. Als je niet kunt lezen, heb je een achterstand. Na een krentenbolletje en een glaasje sap konden de kinderen aanschuiven bij Yvonne. Ik vond het ontzettend leuk. Ik vind het geweldig hoe ze het hier georganiseerd hebben. De hele tafel met al die bordjes en de kinderen en ouders die er uitgenodigd zijn en ook komen. Nou, dat vind ik super. Het is feestelijk, vind ik het. Fiet is een eigenwijze struisvogel die gek is op rennen. Hij laat zich nergens door tegenhouden, want het enige dat hij wil is rennen. Het prentenboek was bij veel kinderen al een bekend verhaal. Al vond de een Fiet wel wat leuker dan de ander. Vond je Fiet wel leuk? Want je hebt nu ook een eigen fiets. Wil je die eens laten zien? Maar waar gaat het boekje Fiet wil rennen over? Fiet. Vind je dat een leuk verhaal? Ja. Ik heb een tijger. Jij hebt een tijger, maar wat vind je van Fiet? Mijn tijger heet Fiet. Heet jouw tijger Fiet? Ja. Heb je die genoemd naar Fiet zoals in het verhaaltje? Ja. En jij gaat nu naar het verhaal luisteren. Vind je het leuk om voorgelezen te worden? Word je thuis ook wel eens voorgelezen? Ja. Wat vind je leuker, hier voorgelezen worden of thuis? Thuis. Word je thuis ook wel eens voorgelezen? Nee. Door je papa of door je mama? Mama. En kan die net zo goed voorlezen als die mevrouw hier? Ja. Of beter? Beter. Het voorleesontbijt werd in diverse bibliotheken en scholen in Groningen georganiseerd. Tot 29 januari zijn er overal in de stad activiteiten rondom het voorlezen.